Ja, hoe toon je dan die voedselallergie aan? Gelukkig zijn daar mensen die daar nog weer heel specifiek op in kunnen gaan. En ze gaat er nu meer over vertellen. Mag ik een applaus voor Irene Herperts? Ja, goedenavond. Ik ga even met jullie meenemen in hoe toon je nou een voedselallergie aan. Dat was al even aangekondigd. En ik doe dat aan de hand van, dit is de inhoud van mijn praatje, onderzoek naar voedselallergie. Wat houdt dat in? Voedselprovocaties, wat houdt dat in? We hebben open en dubbelblinde testen en we hebben nog de thuisintroducties. Het allerbelangrijkste is eigenlijk als je verwezen wordt of als je een verdenking van een voedselallergie hebt. Wat komt er uit de anamnese? Dus dan gaat, wat is er gebeurd? Er wordt de kinderarts doet onderzoek, huid, KNO-gebieden, luchtwegen. Familieanamnese is heel belangrijk. We weten als je zelf allergisch bent als ouder, dat de kans dat als je kind een allergie heeft ook vele malen groter is. Dus het is ook belangrijk om dat mee te nemen in de anamnese. En tot slot de medicatie. En wat de diëtist eigenlijk doet, is een uitgebreide inventarisatie van hoe is het leven tot dan toe geweest op het gebied van eten en drinken. Wat heeft het kind gegeten, wat nog niet? Wat is er gebeurd met dat eten als er klachten zijn geweest? Dus we gaan die klachten uithoren. We willen graag weten op welke leeftijd dat de klachten ontstaan zijn. Als een kind bijvoorbeeld 12 is en die heeft rode vlekken gekregen op het moment bij de eerste broodje pindakaas toen hij 9 maanden was. Ja, dan kan er in die tussentijd heel veel gebeurd zijn. Maar als het kind 2 is en hij heeft vorige week nog een broodje of een mespunt pindakaas gehad en hij heeft er behoorlijk wat klachten op gehad, dan is het veel aannemelijker dat hij nog steeds allergisch is. Dus dat maakt heel erg uit. Belangrijk is ook om uit te horen hoeveel een kind al ingenomen heeft. Wat lokt die reactie dan uit? Een mespuntje of een boterham pindakaas of een verwerkt ei in een pannenkoek of een heel eitje gegeten met spinazie. Dus dat zijn dingen die we uithoren. Nou, hoe oud was het kind, had ik net al iets over gezegd. En tot slot, hoe gaan mensen ermee om? Als mensen bij je komen van, ik ben melkallergisch en we gaan dan ook wat dieper in van hoe doe je dat dan? Hoe elimineer je dan die melk? En als blijkt dat er bijvoorbeeld wel melk en koekjes gegeten wordt, of soms zeggen mensen, ja, maar ik ben helemaal melkallergisch, kan geen melk verdragen, maar ik eet wel yoghurt. Kijk, dan weten wij meteen, dan is er in ieder geval geen sprake meer van een ernstige voedselallergie. Dus dit zijn de aspecten die belangrijk zijn om mee te nemen. Nou, eigenlijk de belangrijkste voedingsmiddelen waar je allergisch voor wordt in dit deel van de wereld zijn deze 8, de Big Eight. Dus pinda, noten, melk, soja, tarwe, ei, vis en schaaldieren. Als je bijvoorbeeld in Japan woont, dan komt bijvoorbeeld een visallergie weer veel meer voor. In Amerika komt weer veel meer een pindaallergie voor. Dus de regio waar je woont en dat wat ook het meeste gegeten wordt in die regio, daar zie je dan ook de meeste allergieën voor. Dus deze horen we in ieder geval uit of daar blootstelling aan geweest is. Nou, wanneer denken we nou aan een voedselallergie? Als het inderdaad een van die 8 is, van die 8 voedingsmiddelen. Maar eigenlijk kun je overal allergisch voor zijn. Dus ook als mensen een reactie op rijst, dat kan. De kans dat je allergisch bent bijvoorbeeld voor rijst is heel klein. Maar we kunnen niet zeggen dat het niet kan. Dus feitelijk kun je voor alles allergisch worden. Alleen dan moet je over de kansinschatting kijken. En belangrijk is om die klachten dan uit te horen. De klachten moeten zich iedere keer voordoen na het eten van het product. Dus het kan niet zo zijn dat je een paar keer per week ei eet en dat je 3 keer daar last van krijgt en de 4e en de 5e keer niet. Dan zijn toch die klachten van een andere oorzaak geweest. Het wordt weer aannemelijker als de klachten snel na inname van het product komen. Dus je staat dan binnen een uur, maar in ieder geval niet ik heb vandaag gegeten en de volgende dag had ik rode vlekken. Dan lijkt het alweer minder waarschijnlijk dat er sprake is van een voedselallergie. Nou, de klachten moeten onveranderd zijn in de tijd. Dus het moet zich ook iedere keer op dezelfde manier manifesteren. Dus niet de ene keer met buikpijn en de andere keer met eczeem en de volgende keer met rhinitis, loopneus als het ware. En de klachten moeten herkenbaar zijn, passend bij voedselallergie. Daar heeft Gerberg net ook al wat over verteld. Vaak komen mensen binnen, ja, mijn kind wordt druk na het eten van melk of op een andere manier. Maar dat zijn eigenlijk niet klachten die passend zijn bij een voedselallergie. Die klachten die passend zijn bij een voedselallergie, die heeft Gerberg net al genoemd. Die luchtwegklachten, de huidklachten, de KNO-klachten. Dus daar moet je naar kijken.
Nou, als mensen dan voor de eerste keer bij ons geweest zijn, dan komen we, dan hebben ze wel de kinderarts, de kinderdiëtist gezien. En dan komen wij met een behandelvoorstel. Dat kan zijn dat we eerst nog aanvullend onderzoek willen doen. Jeroen Gerrits van Certe, die gaat er straks nog wat verder op in wat voor onderzoek je dan kunt doen. Maar dat is met name bloedonderzoek of huidpriktesten. Soms hebben we dat nodig, soms hebben we het niet nodig. We proberen altijd zo min mogelijk extra onderzoek te beperken. We gaan alleen maar bloedonderzoek doen als we het beleid als het ons plan verandert. Dan willen we bloedonderzoek doen. Op het moment dat we al een plan hebben van we gaan in provocatie doen, dan vinden we het niet heel erg noodzakelijk om nog aanvullend bloedonderzoek te doen, omdat dat voor het kind ook belastend is om weer geprikt te worden. Nou, daarnaast hebben we de provocaties open, dubbelblinde provocatie en thuisintroductie. Dus dat zijn de mogelijkheden, daar kom ik zo nog verder op terug. En de behandeling is het dieet vrij van melk en ei, melk, ei, tarwe, soja. Het is maar net hoe beperkt of uitgebreid de allergie is. De behandeling kan uit medicatie bestaan en het is ook belangrijk om het kind te volgen. Dat was net ook al even aan de orde van hoe vaak kom je hier nou. Dat de behoefte in behandeling varieert heel erg per moment in het leven. Als een kindje bijvoorbeeld weer naar school gaat, dan heb je toch weer, wil je toch weer andere aspecten die je belangrijk vindt om over te geven naar school. Van let op de pinda, dan wil je ook zeker weten dat de pinda allergie is. Dus dan ga je het daar weer op richten. Als het kind de puberteit in gaat, dan zijn er weer hele andere aspecten. Een kind met bijvoorbeeld een pindaallergie kan niet zoenen met een ander kind die een pindaallergie heeft. Of nee, die pinda heeft gegeten, moet ik zeggen. Dat kan gevaarlijk zijn. Dus dat zijn in de tijd komen er echt hele andere aspecten voorbij die waar je het over moet hebben. Voedselprovocaties, dat is eigenlijk de manier om een voedselallergie aan te tonen. Eigenlijk ook de enige manier. Labonderzoek kan richting geven, maar het uiteindelijke ben je wel of niet allergisch, dat wordt bepaald door zo'n voedselprovocatie. En daar hebben we twee varianten van, een open en een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde voedselprovocatie. Open wil zeggen, je weet wat je eet. Je komt hier, je komt pinda eten en we gaan in die 8 stapjes. En achter op die tafel zag je ook al het zijn tegenwoordig trouwens 7 stapjes, zag je die 7 stapjes liggen. We beginnen met een korreltje, Oscar heeft ook al verteld, en ieder half uur verdriedubbelen we die dosis eigenlijk. Totdat we tot een dosis komen die gewoon is om te eten in het dagelijks leven. Dus dat is een open voedselprovocatie. Het nadeel daarvan is dat het 50% kans heeft op vals positieve uitslag. Dat wil zeggen dat er een grote kans is dat je denkt dat je klachten krijgt, terwijl mogelijk niet echt klachten zijn. En hoe komt dat nou? Als je, wellicht dat iedereen hier in de zaal wel eens mee heeft gemaakt, dat je beroerd bent geworden na het eten van iets. Dat heeft dan niks met het eten te maken, maar je bent gewoon ziek geworden. Dan heb je een soort van herinnering die zich in je opslaat van als ik het weer ga eten, dan gebeurt er dat en dat. Als je heel erg misselijk bent geweest, dan denk je de volgende keer dat je boerenkoolstamppot eet. Oh, ik word misselijk als ik boerenkoolstamppot eet, want dat was de vorige keer ook gebeurd. En dat zit dus heel erg in de weg bij het doen van een voedselprovocatie. Want mensen denken dat ze gaan klachten krijgen. Nou, en dan moet je het gaan eten. Dus dan heb je grote kans op die foutpositieve klachten. Het voordeel is dat het dus veel minder belastend is. Je hoeft maar één keer te komen. Je gaat een 7 stappen, ga je te provoceren voedingsmiddel eten. De andere kant is de dubbelblinde voedselprovocatie. Je weet dan niet wat je eet. Oscar heeft ons dat ook al verteld. Je komt 2 dagen. De ene dag zit er dan de test, de voedingsmiddel in. Bijvoorbeeld de pinda of het ei of de melk. De andere dag zit het er niet in. En dat is om dat vooroordeel eigenlijk weg te nemen. Van ik ga eten en ik moet kijken wat er gebeurt. Dat is eigenlijk de gouden standaard om een voedselprovocatie vast te stellen. Op die manier doe je het. Het grote nadeel is, het kost heel veel tijd. Je moet 2 dagen hier zitten. Je krijgt 2 dagen. Gaan we het dus ook in die hoeveelheden opklimmen. En dus zowel voor het kind en de ouders, maar ook voor ons als professionals is het een enorme tijdsinvestering. Maar het grote voordeel is, het is echt de meest betrouwbare methode. En eigenlijk is dat de manier om het aan te tonen. Nou, nog even verder op die dubbelblinde placebo-gecontroleerde voedselprovocatie. Toen jullie binnenkwamen, hebben jullie hier allemaal geproefd. Proef het verschil. Het was pekannoot en kruidkoek of paranoot en kruidkoek. Wat je dus doet met zo'n test is dat je het 2 dagen doet. De ene dag te testen voedingsmiddel, de tweede dag placebo of omgekeerd. Dat weet je niet.
En het zit dan verstopt in dit geval in kruidkoek, dat heb je geproefd. Het kan ook in een hamburger of in dieetmelk of in een muffin. We hebben verschillende manieren om het te verstoppen. Het is blind, dubbelblind, dat woordje. Dat slaat op dat het blind is voor het kind en de ouders, verzorgers, maar ook voor de arts en de verpleegkundigen die het geven. Dus ook die hebben hun vooroordelen aan de kant moeten zetten om die klachten te beoordelen. Opklimmende hoeveelheden. We scoren ook nog tot 48 uur na de provocatie. Dus we vragen ook nog van hoe is het thuis gegaan. Zijn er thuis nog klachten van onrust of buikpijn geweest? En eigenlijk 2 dagen na de laatste testdag, dan pas gaan we bekijken wat is er nou gebeurd. En dan trekken we een conclusie van de test is positief of negatief. En positief noemen we dan dat er klachten zijn ontstaan. Dus dat is eigenlijk negatief. Het lastige is om het te verstoppen. Je wil eigenlijk, als we testen, dan wil je een heel ei gebruiken. Maar dat hele ei moet je dus verstoppen in een eetbare dosis voor een kind. Dus het moet en lekker zijn, het volume moet oké zijn dat een kind het kan eten. En het moet ook niet heel duidelijk te ruiken of te proeven zijn van, oh ja, ik ben nu ei aan het eten. Dus dat maakt het heel erg lastig en daarom doen wij deze testjes zoals we die vandaag deden, om dat verder te onderzoeken. Dat heb ik net eigenlijk al een beetje verteld. Eetbaar voor kinderen. En ja, de smaak van het placebo en veren moet eigenlijk zo identiek mogelijk zijn. Gebre heeft al verteld, we doen zo'n kleine 3000 provocaties hebben we sinds 5 jaar gedaan. Dat is echt heel erg veel. 30% daarvan is dubbelblind. Dus de meeste provocaties zijn open provocaties en 30% is dubbelblind. Dubbelblind doen we eigenlijk op het moment dat je al een ervaring hebt met een voedingsmiddel, dus ook een vooroordeel hebt van als ik dit ga eten, dan gebeurt er dat. Dan is ons idee dat je dat bij voorkeur dubbelblind moet doen. Wat voor provocaties doen we dan? De noten is de grootste groep, die hebben het allermeeste gedaan. Daarna komt de melk en daarna komt de pinda en ei, soja en dan komen er een heleboel. Andere voedingsmiddelen waren kleinere hoeveelheden. Maar de grootste groep zijn dus eigenlijk die notenprovocaties en melk en pinda. De noten- en de pindaprovocaties zijn de hoogrisicoprovocaties, zoals wij dat noemen. Dus bij die provocaties is de grootste kans dat er een ernstige allergische reactie optreedt. De bereiding van het provocatiemateriaal, daar hebben wij een eigen keuken voor. En dat is heel belangrijk, want het moet ook op een hele goede manier, op een bijna medicinale manier gemaakt worden. Zoals een apotheek werkt, zo moeten nu ook de koks in deze keuken werken. Dus die hebben daar een speciale opleiding voor. Naast het provocatiemateriaal, dus dat wegen ze af, dat zie je hier gebeuren. Ze hebben een hele precieze weegschaal, dus er moet exact de goede hoeveelheden afgewogen worden om het om de exacte goede hoeveelheid pinda of ei of melk erin te krijgen. En daarnaast hebben we ook een allergeenvrije menulijn voor patiënten opgenomen hier met de voedselallergie. En die is vrij van 15 allergenen. Ook ons buffet wat we van de week hebben georganiseerd was ook vrij van diezelfde 15 allergenen. Dus die Big Eight zit erin, maar er zitten ook nog wat andere producten als mosterd en selderij niet in. Als we denken dat er een hele geringe kans, of eigenlijk als we denken dat er geen kans is op een allergische reactie, maar er zijn toch een aantal voedingsmiddelen wel weg. Uit. Nu gaat het beter, geloof ik. Ja. Als we denken dat er geen kans is op een allergische reactie, mensen hebben bijvoorbeeld al jarenlang melk gedronken en op een gegeven moment op advies van een therapeut heeft gezegd van stop met melk, dan kan het zijn dat we zeggen, de kans dat jij allergisch bent voor melk is zo klein, dan mag je van ons een thuisintroductie doen. Maar dat willen we eigenlijk alleen als we echt inschatten dat er niks gebeurt. Want op het moment dat er wel risico is op een allergische reactie, zullen we altijd voor een open of een dubbelblinde provocatie kiezen. Dus onder medisch toezicht dat je het toegediend krijgt. Die thuisintroductieschema's die liggen ook hierachter. Dat is ook diezelfde stappen als we met een provocatie doen. In dit geval zijn het nog de 8 stappen. Tegenwoordig hebben we die eerste stap eraf gehaald. In opklimmende hoeveelheden, je doet dit in 2 dagen, je doet dit op door de weekse dagen als je eigen huisarts bereikbaar is en dan mag je dat doen. We hebben dat vertaald, hier hebben we die precisieweegschalen, dat kan natuurlijk thuis niet. Dus we hebben dat in huishoudelijke mate vertaald. Dus aan de hand van de foto-instructie ga je dan vaststellen hoeveel pinda of melk of ei je mag eten.
Deze thuisintroductieschema's die hebben we inmiddels, of eigenlijk zolang we ze hebben, ze nu 5 jaar, ook beschikbaar voor andere zorgverleners. Dus die worden eigenlijk door heel Nederland gebruikt. Nou, ik ben eigenlijk aan het einde van mijn verhaal gekomen. Hoe toon je nu een voedselallergie aan? Het allerbelangrijkste is het verhaal. Dat vormt de basis van, denken wij dat je wel of niet allergisch voor iets bent. En dan hebben we nog middelen om het te bewijzen. Dat zijn de voedselprovocaties, open dubbelblind of de thuisintroductie. Maar de allerbelangrijkste is het verhaal heel goed uithalen. Dank u wel. Dank je wel. Ja, voor de mensen die op de website ook al een aantal filmpjes hebben bekeken, is het misschien al bekend terrein, maar het is wel aardig om te vragen, hoe worden kinderen en ook pubers begeleid? Want je zit toch op zo'n kamer en je eet een stukje en dan is het al wachten. Hoe doen jullie dat? Ja, mensen vinden het vaak spannend. Ja, Oscar is daar heel relaxed onder, maar dat is niet altijd het geval. Nee. We gaan het uitleggen dat we het heel voorzichtig doen. We gaan ook uitleggen waarom we het doen. Dat het toch belangrijk is om te weten of je het echt allergisch daarvoor bent of niet. En het tweede is, als je allergisch bent, is het belangrijk te weten op welke stap je gaat reageren. Dus dat is heel belangrijk, dat mensen het ook zelf ervaren dat het voor hun ook een meerwaarde heeft om hier die test te ondergaan. Ja. Dus dat op de eerste plaats. Ja, plus dat we uitleggen dat er verpleegkundigen continu toezicht hebben. Dus de verpleegkundigen die de testen doen, die zijn de hele tijd aanwezig. Dus ieder kuchje, ieder hoesje, ieder rood vlekje wordt bestudeerd om te kijken van, nou, is dit gerelateerd aan die provocatie of is dit wat anders? En als nodig is, wordt er een arts bijgeroepen om te kijken, om die ook nog de klachten te laten beoordelen. En soms wordt gezegd, nee, dit is toch niet dit vinden wij dan geen objectief klacht. We gaan toch nog een stapje verder. Of soms wordt gezegd, nee, we stoppen nu, nu is het klaar. Dat leg je dan uit aan mensen, dat je dat op die manier doet. Ja. En zijn er ook ouders die ontzettend angstig zijn of... Het is natuurlijk ontzettend spannend. Ja, dat is ook. En dat begrijp ik ook heel goed. Want als je dat mee hebt gemaakt, dat je kind heel beroerd is geweest, dan is het ook echt heel spannend om je kind opnieuw ziek te maken. Want dat is eigenlijk wat je dan moet doen. Het is tegennatuurlijk. Ja, het voelt denk ik heel inderdaad tegennatuurlijk voor ouders. En maar dan toch, bijvoorbeeld bij melkallergie, 80% van de kinderen overgroeit zijn melkallergie voor het tweede levensjaar. Dus... ja, het is toch ook zo jammer om een kind dat te onthouden. En we weten inmiddels ook met de nieuwe inzichten dat het heel belangrijk is om juist wel bloot te stellen als dat kan. Ja. Dus dan probeer je dat toe te lichten waarom je het toch belangrijk vindt om het wel te testen. De filmpjes zagen er heel gezellig uit, want je ziet ook vooral jonge kinderen lekker dwars door elkaar ook spelen. Maar woorden net ook van, ja, je mag niet zoenen, dat wordt wel bijzonder daten, dat je, zonder pinda's. Maar ik dacht wel, die kinderen spelen met elkaar. Als dan iemand net een hapje van zo'n muffin met een ei heeft gehad en die is aan het spelen met een ander kind, of ben ik nou overbezorgd? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de kinderen, als ze komen, dan iedereen heeft zijn eigen kleur. Ze hebben een plateautje met de dosis zoals ze ook daarachter liggen in die eierdopjes. En op een gegeven moment wordt het groter. Iedereen heeft zijn eigen kleur, dus plateautje. En er wordt wel heel zorgvuldig omgegaan dat het niet inderdaad het halve ei in de kamer ligt. Zeker bij kleine kinderen, die kruipen over de grond en alles wat nee, maar wat ze raken ook elkaar weer aan. Daar bedoel ik meer, of doel ik meer op. Van, zet je ook die kinderen bij elkaar dat ze niet elkaar kunnen aanraken? Nee, zo precies komt het niet. Nee, dat zoenen dat gaat wel iets verder dan iets met slijmvliezen, ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar als het ene kind met het andere speelt, dan hoef je daar niet zo alert op te zijn. Nee, het is wat anders. Kijk, een lik yoghurt vind ik dat ze aan hun vingers hebben of aan hun mond hebben. Ja, dat moet eigenlijk wel verwijderd worden. Ja. En dat geldt ook, dat zijn ook de adviezen die wij voor de crèche geven. Van, daar moeten ze wel op letten. Precies, En daar letten we ook wel op. Als we dan kijken naar de kennis van die koks, want dat vond ik wel fascinerend onderdeel van dit verhaal, wordt daar ook weer iets mee gedaan. Want zij kunnen als geen ander fantastische dingen bereiden, zonder al die allergenen. En zo'n buffet is daar een mooi voorbeeld van. Maar hoe wordt daar verder mee omgegaan? Nou, zij delen het niet. Ja, in de zin, zij willen het wel delen, maar het is niet een op dit moment een plek om die informatie uit te breiden. Maar dat zou misschien in de toekomst wel kunnen, want ze zijn wel...
kenners op dit gebied. Zwarte ze kunnen wel zeker, ninja's, ja. Ze kunnen zeker andere koks en restaurants zouden ze kunnen ondersteunen in hoe dit, hoe je dat kunt doen. En ook dat je, nou, we hebben in het buffet ook gezien, we kunnen echt heerlijk eten zonder die Big Eight en dan nog een aantal meer. Dus dat kan dus wel. Die Big Eight, die snap ik. Nog even als laatste vraag. Ik zag ook in het rijtje baked milk. Ja. Dat is sommige mensen die melkallergisch zijn, die zijn wel tolerant voor baked milk. En baked milk is melk wat in de oven is geweest. Dat moet meer dan een kwartier lang boven de 150 graden geweest zijn. Dat is bijvoorbeeld melk in koekjes of cake. Dat is ook baked egg dan weer, maar dat noemen we baked milk. Nou, in de literatuur iets van 70% van de kinderen die een melkallergie heeft, kan die baked milk, die hoogverhitte melk, verdragen. Wij doen hier nu onderzoek om te kijken of we dat ook kunnen toepassen op onze kinderen. En ik moet zeggen dat wij niet die aantallen halen die we in de literatuur vinden van die 70%. Wij zitten op rond de 50% van de kinderen die melkallergie heeft, die baked milk kan verdragen. Als ze die test hebben doorstaan, dan begin je thuis met een baked milk programma. Dus dan ga je in opklimmende hoeveelheid ga je hoogverhitte melk gebruiken. En na een half jaar krijg je opnieuw een gewone melkprovocatie om te kijken of er tolerantie is ontstaan. Maar het kan wel qua impact en hoe je stress hebt van allerlei recepten, kan het wel heel veel verschil maken. Ja, nou, het is helaas niet voor iedereen dat we dat kunnen toepassen. Maar voor de mensen waar het wel bij kan, en dat zijn de kinderen die dus ook hun allergie houden, want bij hele jonge kinderen dan is gewoon, overgroeien ze het vanzelf, dan hoef je er niet zo heel veel aan te doen. Maar voor die mensen die het aan houden, kan het echt een enorme verrijking zijn, dat ze bijvoorbeeld wel de melk en koekjes kunnen verdragen. Ja. Dus dat helpt wel heel erg. Dus dat staat nog, we zijn ermee bezig. Het is ook nog niet een behandeling op dit moment, maar het is echt een experiment, zou ik niet willen noemen. Maar het is een proef om te kijken hoe we dat kunnen toepassen. Ja. Je hebt dankbaar werk, volgens mij. Ja, en interessant werk, als ik het zo hoor. Dankjewel, applaus voor jou. Dankjewel.